Medewerkers van Harms Hoeve en Malden ontvingen maandag een zogeheten dankjeweltaart. De belevenisboerderij kreeg deze waardering vanuit de gemeente en de provincie, omdat Gelderland tot meest ondernemende regio van Europa is verkozen. Marleen van Bohemen reikte de dankjeweltaart namens de provincie uit. Wethouder Maarten Schoenaker was vanuit de Heumense gemeente aanwezig. Daar genoten zij tussen de koetjes en kalfjes van een welverdiend stuk taart.